Cheyenne de Nikkeboer en Marcia Lispet nemen het tegen elkaar op in die finale van Miss World Nederland later dit jaar. Ik ken het eigenlijk via mijn danslerares. Zij deed mee en ik zag filmpjes en ik dacht, oh super, hier moet ik aan meedoen. Ja, en Cheyenne heeft mij eigenlijk meegenomen naar de casting. Dus ik was eigenlijk helemaal onbekend in de Miss World Nederland verkiezing. En omdat zij mij meenam naar de casting, ging eigenlijk een wereld voor me open. De dames kennen elkaar al veel langer dan voor de Miss verkiezing. Ze zijn namelijk vriendinnen. We houden elkaar wel op de hoogte en we spreken ook veel met elkaar af over wat gaan we doen en wat is jouw idee. Maar eigenlijk, we doen ook gewoon ons eigen ding natuurlijk. Ja eigenlijk wat ze zegt, we spreken niet af bijvoorbeeld van oh, wat doe je aan of hoe ga je je make-up doen, hoe ga je haar doen. Dat doe je eigenlijk allemaal zelf, net als met de projecten die we allebei opzetten. Dat doe je inderdaad allemaal zelf. Miss World draait volgens de dames om meer dan alleen mooi kunnen zijn. Ja, zeker. Het gaat ook om eigenlijk het complete plaatje. De beauty with a purpose, hoe je jezelf presenteert en of je echt wat te vertellen hebt. Ja, en het gaat inderdaad meer om het plaatje, want ja, je bent niet alleen projecten aan het opzetten. Je bent ook aan het dansen en ja. Je doet ook choreografie instuderen, zodat het ook weer opgenomen kan worden voor een videoclipopname. En alle finalisten moeten zich voor een sociaal-maatschappelijk thema inzetten. Jazeker, die van mij is voor mentale gezondheid. Dat je in het drukke leven van nu eigenlijk niet je mentale gezondheid vergeet. En daar heb ik heel veel tips voor en die deel ik op mijn platform Mind Your Mind. Nou, voor mij eigenlijk precies hetzelfde, want ik hou me ook bezig met mentale gezondheid. Maar dan vooral het stukje over depressie. Later dit jaar zullen Cheyenne en Marcia tegen elkaar strijden. Maar zijn de twee dan nog steeds vriendinnen of toch rivalen? Nee, nog steeds vriendinnen. Ja, en we gunnen het elkaar ook. Dus ik zou het fantastisch vinden als Cheyenne de kroon wint. En ik weet dat zij dat ook... Ik ook als jij wint natuurlijk. Ja, we zijn de rivaliteit wel een beetje gewend, want we zaten ook tegen elkaar op kickboksen. Ja, klopt. We gingen ook af en toe sparren. Dus, daar waren we niet lief voor elkaar hoor. We gingen wel echt vol voor om te kijken, oké, wie gaat er dit keer winnen?